Bij de 29e editie van de Van der Leeuw-lezing. Een gehoor van 1100-1200 mensen is een indrukwekkend iets. Maar binnen een half etmaal na de aankondiging van onze beide sprekers hadden we zoveel aanmeldingen dat we deze kerk met gemak 3 of 4 keer hadden kunnen vullen. De toestroom was daarna alleen nog tot bedaren te brengen door haastige advertenties en posters met uitverkocht. Let me first welcome our main guest, Joshua Foer. Joshua, it's an honor for us to welcome you in the Martini Church. When you gloss over the list of 28 writers, scientists, and philosophers who stood here before you, you will find there's a simple statistical regularity. The chance of getting invited rises steeply with seniority. You are definitely a breach with this trend coming from the unlikely birth year of 1982. You are at the very beginning of a career which may bring us, hopefully, more wonderful books or their intellectual equivalents. We are proud to have you with us. Welkom ook aan Robert Dijkgraaf. De vragen die vandaag aan de orde komen zijn zo ingewikkeld dat we daarvoor onmogelijk iemand anders dan de president van de KNW konden vragen. Kwaliteit van onderwijs ligt jou na aan het hart. Het geheugen heeft daarin een essentieel aandeel en we zijn buitengewoon gelukkig met jouw komst. Welkom voorts aan de vertegenwoordigers van provincie, gemeente en Rijksuniversiteit Groningen, de Volkskrant en de Stichting Martinikerk Groningen. Speciaal welkom aan de nieuw aangetreden hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque. We hopen op een voortzetting van de vruchtbare en plezierige samenwerking die we eerder met Pieter Broertjes hadden. Welkom ook aan een nieuw aangetreden rector, Magnificus Elmer Sterken, die we hier ook nog vele edities hopen te zien. Zo dadelijk, dames en heren, is het woord aan Joshua Foer. Zijn voordracht duurt ongeveer 3 kwartier. Na de pauze is het woord aan Robert Dijkgraaf, die ik dan afzonderlijk zal introduceren. Tijdens de pauze kunt u in het koor achter mij iets te drinken kopen. De Volkskrant biedt u na afloop van een programma bij het verlaten van de kerk traditiegetrouw een boekje aan met de tekst van de lezingen en het interview met Joshua Foer dat Peter Giesen hem voor de Volkskrant heeft afgenomen. Joshua Foer en Robert Dijkgraaf zijn beide bereid om na afloop van de lezingen hun boeken te signeren aan de zuidzijde van de Martinikerk. Tot slot verzoek ik u zich ervan te vergewissen dat uw mobieltje is uitgeschakeld. Ladies and gentlemen, a few words of introduction on Joshua Foer. It would be hard not to know or remember that Joshua Foer is a 2006 US memory champion, but his true claim to fame is the book he wrote on memory, Moonwalking with Einstein. It came out a few months before he agreed to deliver today's lecture. This book is much more than a manual for performing memory feats. Foer, a Yale alumnus in evolutionary biology, explains the physiology of remembering, but he also explores the history of memory as an oratory device dating back to antiquity. He describes the ravages of amnesia, as well as its reverse, the handicap of not being able to forget. He presents convincing cases of expert memory. There's also a chapter called The End of Remembering, which touches on some of the themes of the discussion today, such as the relation between our own
natural memory and external artificial memory, like the hard disk in your computer or, on a larger scale, the internet. For the past 20 years or so, it has been something of an educational axiom that we learn best not from listening passively, but from what we have to find out for ourselves, searching actively. Memory favors active acquisition. A Dutch innovation of the late 90s called the Studiehuis is perhaps the best expression of our belief in this axiom. But a couple of months ago, psychologists of memory published one of these unwelcome findings, which forces us to think again. It appeared that information we commit to memory, knowing that it is still available in some external record, is easier forgotten than information for which no such record exists. It is as if our memory marks this information with some invisible code to the effect that it can be thrown away after a short while. Once found, it will soon be lost. And this is only one of the paradoxes in the relation between learning, memory, education, and forgetting. Thinking about the future of education also invites us to reflect on the differences between knowing how and knowing what, between knowing and knowing where to find, between knowledge and information, or even between information and wisdom. With the rise of the internet, these are pertinent questions, and we are happy that Joshua Foer had the courage to promise to address them. Ladies and gentlemen, Joshua Foer. They've got me standing on a pedestal because I am short. Thank you very much for that wonderful introduction. When you are a child, it is totally normal and appropriate to fantasize about the places that you might end up as an adult. And I certainly did my fair share of this, imagining myself batting for the New York Yankees in the bottom of the ninth inning in the seventh game of the World Series, which is sort of like the World Cup. And I never imagined myself standing in such a magnificent space talking to so many people. This truly surpasses my wildest dreams. So thank you very much for having me. If you want to confirm your ugliest suspicions about the comparative advantages of an Ivy League education, I would urge you to search out a certain video on YouTube that's titled Harvard Graduates Explain Seasons. And it features a collection of recent graduates of my country's most distinguished institutions of higher education being asked by an off-camera interlocutor to explain why it is that we experience winter, spring, summer, and fall. There's a character in the film, a recent graduate of Harvard University, freshly attired in a mortarboard and black gown, and he explains, well, the Earth goes around the sun, as everybody knows, and as the Earth approaches the sun, it gets warmer. And as the Earth moves away from the sun, it gets colder.
I'm glad you all are laughing. The camera lingers for a moment so that we can truly savor the misplaced self-confidence of this young man. And then it carries on with a dispiriting number of his colleagues offering some essentially similar version, some similarly incorrect reason for the seasons. So, how are we to make sense of the fact that these recipients of the very best education that our culture has to offer cannot explain such a fundamental fact? Now, it goes without saying that this video is not a representative sampling of Harvard graduates. The editor of this video cherry-picked the dumbest possible responses, granted. But we know from broader surveys of American high school students and of high school students from around the world that a depressing number are graduating from school without being able to recount even the most basic scraps of knowledge that we would expect them to have picked up at some point along the way. According to one recent survey, 2/3 of American high school students cannot tell you within 50 years when the American Civil War occurred. America's a young country. You could probably get it just by guessing. 1 in 5 cannot tell you who America fought in World War II. And roughly half think that the subject of Nathaniel Hawthorne's historic novel, The Scarlet Letter, is either a witch trial, it's not, or a piece of correspondence, which it is also not. Are we to believe that in 17 odd years of education, the Harvard graduates who appeared in this video had never learned the causes of the seasons? I find that simply impossible to believe, just as I find it impossible to believe that those 2/3 of American high school students never learned when the Civil War took place. At some point, probably in grade school, somebody sat them down and explained that the Earth rotates about the sun on a tilted axis relative to the plane of orbit, and that's the cause of the seasons, and that the Civil War occurred in the 1860s. I would wager that these are not failures of learning per se, but rather failures of memory. This is information that was once taught, once read, once learned, and later forgotten. Now, I want to call your attention to this video, which, by the way, at a full disclosure, is 20 plus years old, and to these statistics, which are also a little bit out of date, not to make fun of Harvard graduates, and not to mock the historic illiteracy of Americans. That's not why I want to call them to your attention. Rather, I think they point us to some much bigger and more interesting questions about knowledge and our culture's profoundly strange relationship to it. Why do I say profoundly strange? I'd like to ask you to engage in a brief introspective experiment. I'd like everybody in this room to think back, if you attended university, to the courses that you took in your freshman year at university. Courses that either you or your parents or your government probably paid quite dearly for. How much of what you learned in that year can you really say that you remember today?
does anybody want their money back? Or another example, think about a book that you've read recently. Maybe it's Gugin Palace. Excuse me, I had a memory palace caught in my throat. You'll forgive me. How much of that book will you remember a year from now? How much of it will you remember a decade from now? If the point of reading were simply to retain knowledge, it would probably be the single least efficient activity that many of us engage in. I, for one, can spend a half dozen hours reading a book, put it down, and then have only the vaguest, foggiest notion of what it was about. And I underline, I take notes in the columns, and all of that stuff, even the things interesting enough to be worth underlining, have a habit of disappearing into who knows where. I don't think I'm an exceptionally bad reader. I think most readers are like me. We read, and we read, and we read, and we forget, and we forget, and we forget. Likewise, we spend the better part of the formative years of our lives in schools, having information crammed into our skulls, facts, dates, names, vocabulary, ideas, equations, concepts, and yet an astonishingly small amount of it actually sticks around into adulthood. What's profoundly strange is that we don't find this to be weird. We all know it to be the case. Why don't we find this to be weird or even scandalous? We are living amid an epidemic of amnesia. But forgetting is not the sickness. Forgetting is the symptom. It is the symptom of shallow engagement, of superficial learning, of trying to consume too much too quickly without leaving ourselves the time and space we need to truly absorb. I spent a year trying to train my own memory, studying how it works, and trying to see if there might be some tricks or habits that I could pick up to remember better. And what I learned from studying the ancient art of remembering, which goes back 2,500 years, is that to remember better, it's all about depth of engagement, what contemporary psychologists refer to as elaborative encoding. It's about placing information in context, understanding its meaning, relating it to the network of other ideas that we have floating around in our minds. Remembering takes time. Remembering takes effort. Remembering takes focus. Time and effort and focus that we so rarely have. Inundated with information, we've become like sieves, capturing only the smallest nuggets, while the vast majority of what we encounter washes right over us. And every day, there seems to be more to encounter, more blogs to read, more magazines to keep track of, more books to know about. Read for the pleasure of a story well told, of a phrase well turned, and perhaps out of some hazy hope that the lens through which we view the world will somehow be slightly altered by the experience. Likewise, our schools serve many purposes, from socialization to fostering reasoning skills to cultivating the virtues. But surely one of the most important, one of the most fundamental goals that our schools serve is to imbue the next generation with the current generation's collective knowledge.
And at this, they do a demonstrably terrible job. And we know this, not just from statistics, but from our own experiences, our own personal experiences. And yet, we keep sending our kids to the same schools. We keep on voraciously consuming books and newspapers and blogs and websites. And we keep forgetting the bulk of what we read and learn. If, as the 12th century educator Hugh of St. Victor put it, the whole usefulness of education consists only in our memory of it, then is it possible that our entire orientation to the acquisition of knowledge is profoundly, radically wrong? Chronic, pervasive forgetfulness is a fundamental feature of our culture, one so deeply ingrained that we take it as a given. But this was not always the case. Once upon a time, there was nothing to do with a thought except remember it. There was no alphabet to transcribe ideas in, no paper to set them down upon. Anything that had to be preserved in memory. Any story that was going to be retold, any idea that was going to be transmitted, any piece of information that was going to be conveyed, first had to be remembered. Today, of course, we have photographs to store our images, we have books to store our knowledge, and now, thanks to the internet, we have the entire collective intelligence of humankind a mere thumbtap away. We've supplanted our own natural memories with a vast superstructure of technological crutches that have relieved us of the burden of remembering. These technologies for externalizing our memories have made our modern world possible, but they've also changed us, and they've changed how we use our minds and how we use our memories. We've devalued our internal memories. Having little need to remember anymore, it sometimes seems as though we've forgotten how. Living as we do amid a flood of printed words, I don't know if you'll believe this, but today, on this date, 3,000 new titles, new book titles were released into the world just today. How do you keep up? It's hard to imagine what it must have been like to read in an age before Gutenberg, when a book was a rare and costly hand-inscribed object. It might have taken a scribe months to produce. Today, we write things down precisely so we don't have to remember them. But as late as the 15th century, books were treated not just as replacements for memory, but as aides memoir. Even as late as the 15th century, there might have been just several copies of any given text in existence anywhere in the world. You can imagine, if you were a scholar confronting a text, chances are you might not ever have an opportunity to see it again. And you can imagine the imperative to read it deeply, to engage with it deeply, to commit it to memory. One ruminated on texts, chewed them up, and regurgitated them like cud, and in the process became intimate with them in a way that made them one's own. As Petrarch put it in a letter to a friend, I ate in the morning what I swallowed as an old man. I swallowed as a boy what I would ruminate upon as an old man. I have thoroughly absorbed these writings, implanting them not only in my memory, but in my marrow. When the point of reading is remembering, you approach a text very differently than most of us do today. Now we put a premium on reading quickly and widely.
And that breeds a kind of superficiality in our reading and in what we seek to get out of books. You cannot read a page a minute, the rate at which most of us, give or take, read today, and expect to remember what you've read for any considerable length of time. If something is going to be made memorable, it has to be dwelled upon. It has to be repeated. It has to be made one's own. The historian Robert Darnton described a switch from intensive to extensive reading that occurred as printed books began to proliferate. Until relatively recently, people read intensively, says Darnton. They had just a few books, a Bible, an almanac, maybe a few devotional works, and they read them over and over again, usually in groups, usually aloud, such that a small range of traditional literature was imprinted on their consciousness. With the introduction of the printing press around 1440, things began gradually to change. In the first century after Gutenberg, the number of books in existence increased 14-fold. It became possible for the first time for people without great wealth to have a small library in their own homes at their disposal, a trove of easily consulted external memories. The accompanying explosion of knowledge pushed the boundaries of human understanding in new directions and expanded the envelope of what it means to be a well-rounded generalist. Today, we read books extensively, without much in the way of sustained focus, and with rare exceptions, only once. We don't really have much of a choice in the matter. We have to value quantity of reading over quality of reading, because if we want to keep up with the broader culture, that's simply what has to be done. Even in the most highly specialized fields, staying atop the mountain of words loosed upon the world every day is a Sisyphean task, which means it's virtually impossible to make any effort, any serious effort, to meaningfully commit what we read to memory. We simply don't have the luxury that Petrarch did to tattoo ideas onto our consciousness. Looking up at my shelves, at the countless books that have drained countless hours of my waking life, it's a tremendously dispiriting experience. There are books that I can't even tell you whether I've read or not. In our schools, we likewise privilege breadth of education over depth of education, with devastating consequences for long-term memory. One of the best demonstrated principles of memory, something that we have known about for over a century, is a principle known to psychologists as spaced learning. This is something that has been proven not only in a sterile psychology lab, but in the wilds of the classroom. And it is this: the best way to retain information for the long term is to engage with it, to move away from it, and come back to it, move away from it for a while, do something else, come back to it, move away, come back. And yet, our entire system for teaching is set up in a manner that is completely antithetical to this well-established principle of cognitive science. Rather than revisiting material at regular intervals to reinforce it, curricula tend to be structured in blocks. Even though we know that the secure transfer of information, of knowledge, requires an ongoing relationship with the material that we hope to learn, that we hope to master, we tend to learn in these one-off bursts. Typically, a single subject is taught over maybe a three-month semester. Students have a final exam at the end of the semester that they cram for
usually stay up late the night before. And then they take the test, and then nobody ever gives a damn the day after that test. Can I say that in a church? Nobody ever cares whether they've actually retained that information for the long term. Everything we know about how memory works suggests that this is a terrible way to go about learning. Our binge and purge mentality is a recipe for superficial learning and for forgetfulness. The result? Harvard graduates who can't explain the seasons. Now, perhaps you might argue, we're entering a new age in which internal knowledge, possessing a cultivated, well-furnished mind, simply isn't all that relevant anymore. A study published earlier this year in the journal Science provoked quite a bit of hand-wringing on the other side of the Atlantic among this kind of growing segment of the punditocracy that regularly bewails the effects that the internet is having on how we think. It was a very clever study conducted at Columbia University, and what they demonstrated is that when we learn a new piece of information and simultaneously know that that piece of information is stored elsewhere on the internet, on Google, on a computer, our relationship to that information changes. Knowing that there's a backstop to remember for us, we invest less in the act of remembering ourselves. For those of us who spend our days cruising the web, hopscotching from subject to subject in between respites of checking email and sports scores, this has become the principal way we acquire information. We scan, we browse, we leap around distractedly, we engage superficially, and we forget. Is Google making us dumb? Asked one television reporter. Is Google ruining our memories? Asked another. And should we care if it is? These questions are much older than Google. We've been using technology to externalize our memories ever since the first human smeared paint on the cave of a wall. And frankly, people have been worrying about the effects of this externalization of our memories for almost as long. 2.5 millennia ago, according to the Phaedrus, Socrates was concerned about the effects of a new technology called writing and the effects that it was going to have on the human mind. Socrates fretted that once people began taking ideas out of their minds and putting them down on papyrus, that they would become like empty vessels. People would imagine an equivalence between superficial knowledge, which was stored externally, and deep knowledge, which could only be achieved by internalizing it. But a written text can't interrogate you back. It can't argue with you, said Socrates. Compared to taking a walk with Socrates and having a chat with him, reading was a relatively passive act. The culture, as he saw it, was headed down a treacherous path towards shallowness and forgetfulness. Fortunately, somebody had the good sense to write down Socrates' disdain for the written word. Otherwise, we would have no memory of it. Thank you very much, Plato. And we've come a long way from worrying about writing to worrying about Google. And from our present vantage point, I think we'd all agree that Socrates was overstating the case. Having lived with the technology of writing for several millennia now, we're more inclined to see the benefits rather than the pitfalls. However, I think there's also something in what Socrates was worried about that we can recognize as having contemporary relevance today. These days, when there's some piece of information that we don't know, some question that needs to be answered, we pull out our smartphones and look it up. We have the entire
collective knowledge of humankind, a sizable portion of it at least, just a few thumb taps away. Now, thanks to Apple, even closer. Hello, Siri, what is the cause of the seasons? It's a BlackBerry, it doesn't work. Even if I don't know the overwhelming majority of information that's stored in Google or answerable by Siri, the fact that I can know it is extraordinarily powerful, and it's changing our orientation to knowledge. More and more, we are using these devices as lenses through which to process the world and to mediate our experience of reality. The next stage in this technological progression, I would argue, is augmented reality, a technology that is showing up in a growing number of mobile applications, and which many people believe is poised to be the next big new thing. What it's going to do is transform our computers into things that we hold, from things that we hold, into things that we wear. iPhone 5.0 may be a device that we communicate with our voice, but iPhone 20.0 is going to be a device that we wear, like a pair of glasses. And I suspect iPhone 50.0, maybe it's 100.0, is going to be channeled straight into our cortex. Rather than having to communicate directly or indirectly with our external memories, they're increasingly going to be integral to how we perceive and process the world, automatically augmenting our thoughts and perceptions with a vast layer of information and processing power. This cyborg future may sound like science fiction, but it is actually the stated goal, the stated vision of Google's founders. Larry Page gave an interview in which he said that what he would like to see is his product channeled straight into users' brains. When you think about something and don't really know much about it, you'll automatically get the information, he says. Eventually, you'll have the implant where if you think about a fact, it will tell you the answer. You think Siri's cool? Guess what? She's going to be moving in. In a world in which we are increasingly plugged directly into the internet, and every fact that is known or has ever been known is immediately accessible, and every question is answered as soon as it is asked, how will that change how we think about knowledge, about education, about wisdom? Why bother imbuing students with knowledge when all information is a mere click or a mere thought away? Why bother knowing the causes of the seasons when you can just ask Siri or have the answer automatically channeled into your brain through the Google implant? It's very easy to conjure the wonderful benefits of this new relationship with technology, but the costs are harder to calculate. I suspect that part of the reason that Google study, the one by the Columbia researchers, provoked so much anxiety and hand-wringing is because this was one of the first scientific studies to try and actually quantify some of those harder to calculate costs. I promise you, there will be many more such studies in the years to come. But why do we need our memories now more than ever? Well, how we perceive the world, how we act in it, these are products of how and what we remember. We're all just a bundle of habits shaped by our memories. And to the extent that we control our lives, we do so by gradually altering those habits, which is to say, by altering the networks of our memory. As wonderful as Google and Siri may be, no lasting joke, no invention, no insight, no work of art has ever been produced by Google or Siri or the internet. Not yet, at least. Our ability to find humor in the world, to make connections between previously unconnected notions,
to create new ideas, to share in a common culture. All of these essentially human acts still depend on a human mind. And though the magical, almost alchemical process that transforms a 3-pound mass of neurons into a machine for creativity and insights is something that we may never understand, we do know that those processes require raw material to work with. They require memories. And to the extent that we diminish our capacity to remember by depending on technology to supplant our brains, by stretching ourselves too thin, by engaging with learning shallowly instead of deeply, we may find ourselves impaired in the ways that matter most. As the philosopher Seneca put it, to be everywhere is to be nowhere. A life of curiosity, of wonder, of engagement, of authentic relationships to the world, what we traditionally think of as a good life, requires a rich mental life. It requires an investment in memory, in depth of processing. If ours is increasingly a culture of forgetting, what might a culture of remembering look like? Well, I think we'd probably read less widely, but read deeper. We'd consume knowledge, we'd consume media more actively and less passively, annotating, arguing, discussing, deciphering at every turn. We'd work harder to cut out the distractions. We'd multitask less and find ways to focus more. Perhaps we'd revisit some of the old technologies of the AIDS memoir, like the personal journal you update at the end of every day with notes about what happened to you, or the commonplace book that was once so common but is now forgotten as an aid to self-education. We'd build more time into our days for contemplation, for thinking. I guess what I'm describing is an attitudinal shift that would value depth over superficiality. Despite Socrates' fear that writing would end up replacing deep knowledge with shallow artifice, we know that he was wrong. Contrary to Socrates' expectation that writing was going to make people into hollow vessels, it actually had the opposite effect. Writing allowed people to explore new ideas, to contemplate new ideas that were simply impossible to think about when they had to be maintained in memory. I'm hopeful that the new technologies have been similarly wrongly maligned by those of us who fear that they may be changing our minds for the worse. This is a tumultuous transition that we are in the midst of, one that may turn out to outrank in significance the transition from orality to literacy. And we're groping forward into a wide, dark new world with just a narrow flashlight. We don't know what's ahead, but there are, I believe, reasons to have hope. What gives me hope? I'm hopeful that the new technologies can be mustered in new ways to create deeper rather than shallower experiences and be tools for better, more engaged learning. I'm hopeful that there will be technological and design solutions to the problems of our seemingly infinite distractibility. I'm hopeful that technology can be an agent for bringing findings from cognitive science, like, for example, the value of spaced learning, into the classroom, and for education to be informed by our growing understanding of how the mind works. I'm hopeful that we're going to create incredible new forms of art that will surpass anything we've experienced before. Someday, in this cyborg future that Larry Page and Sergey Brin and the bigwigs at Google envision, when our internal and external memories fully merge, we may indeed come to possess infinite knowledge, and that will seem glorious.
But the most important thing that we must remember is that infinite knowledge is not the same thing as wisdom. Thank you very much. Joshua, thank you so much for a lecture I'm sure will prove memorable. One of the ways to retain information in your memory is to talk about it. And that's why we have a break now. But I suggest you take a glass of wine with it. It will go down much easier. We'll be back within half an hour and listen to the lecture by Professor Dijkgraaf. Dames en heren, dames en heren, onze co-referent Robert Dijkgraaf is momenteel als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En is sinds 2008 president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Net als bij Four ging bij hem alles snel en vroeg. Hij promoveerde in 1989 cum laude bij Gerard het Hooft op een proefschrift over snaartheorie, vertrok voor 3 jaar naar Princeton en werd bij terugkomst in Amsterdam benoemd tot hoogleraar mathematische fysica. Maar waar ik hem werkelijk om benijd, dat is dat er wetenschappelijke concepten naar hem zijn genoemd. Ik verwijs uiteraard, zoals u wel weet, naar de Dijkgraaf-Witten-invarianten. En de zo mogelijk nog bekendere Witten-Dijkgraaf-Verlinden-Verlinden-vergelijkingen. Tot zover zou u misschien denken het typische profiel van een beta. Maar daarin zouden we ons vergissen. In 1982 onderbrak Dijkgraaf zijn studie theoretische fysica, wegens gebrek aan uitdaging, las ik, voor een studie schilderkunst aan de Gerrit Rietveld Academie. En veel van zijn creativiteit heeft hij de laatste jaren gelegd in een gedreven ambassadeurschap voor de wetenschap. Hij schrijft een veelgelezen column in de NRC, nam deel aan wetenschapsprogramma's, verzorgde een memorabel optreden als zomergast en was en is lid van talrijke juries. Als het aankomt op de vragen die Joshua Four over de toekomst van het onderwijs heeft opgeworpen, over de verhouding tussen wat we moeten weten en wat we mogen vergeten, over verschillende vormen die feitenkennis kan aannemen, geloofden we als bestuur van de Van der Leeuw lezing dat hier niemand anders dan Robert Dijkgraaf aan het woord kon komen. We zijn buitengewoon verheugd dat hij ons vandaag de eer van zijn aanwezigheid heeft gedaan. Dames en heren, Robert Dijkgraaf. Dankjewel, Douwe, voor die warme woorden. Dames en heren, welkom bij de tweede helft. Ik heb wel het gevoel dat ik al 3-0 achter sta. Dank ook aan het bestuur van de Van der Leeuw lezing voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. En thank you, Joshua, for not only accepting this invitation, but giving such a brilliant lecture and giving me the opportunity to react. And apologies for using this ancient dialect of Anglo-Saxon. And I must say I'm tempted to demonstrate the astronomical model of the seasons. But I won't. Dames en heren, hoe staat het met onze kennis?
toen Leonard Brezhnev, u kent hem misschien nog wel, eens gevraagd werd in één woord samen te vatten hoe het met de Sovjet-Unie ging, was zijn antwoord goed. Toen hem vervolgens werd gevraagd wat zijn antwoord zou zijn als hij twee woorden mocht gebruiken, vervolgde hij niet goed. In dezelfde geest zou ik de vraag hoe het met onze kennis gaat willen beantwoorden in één woord goed, in twee woorden niet goed en misschien in drie woorden er is hoop. We leven in een gouden tijd. Niet alleen komt er steeds meer ruwe informatie beschikbaar, er is ook betere technologie om die te verwerken. En ook belangrijk, er is een groeiend deel van de wereldbevolking dat daar gebruik van kan maken. Die totale informatie op aarde wordt nu geschat op het werkelijk onvoorstelbare getal van wat wij een zettabyte noemen. Dat is een 1 gevolgd door 21 nullen. Ongeveer evenveel geheugen als in een miljard pc's, moderne pc's. Alleen Google, het is al een paar keer gevallen, gebruikt al een miljoen van die servers. Meer dan 2 miljard wereldburgers hebben op dit moment via het internet toegang tot een groot deel dus van die immense hoeveelheid data. En steeds vaker verloopt dat inderdaad via onze smartphone, waar en wanneer we maar willen. Wat een verschil met de tijd dat een handjevol geleerden toegang hadden tot een bibliotheek met zeldzame geschriften, diep verstopt in een klooster of in een paleis. Het tweede antwoord op diezelfde vraag is dat het met onze kennis helemaal niet goed gaat. Zoals Joshua voor terecht betoogt, we gaan steeds slordiger met die kennis om. We vergeten steeds meer of we onthouden juist de nutteloze en de onbelangrijke zaken. We leven als het ware op zwervers van die afvalberg van informatie, waar iedere dag door verschillende buizen nieuwe data over ons worden uitgestort. Met een emmertje schuifelen we rond op zoek naar iets nuttigs of prikkelends. Een van de redenen van deze vergeetepidemie is dat er steeds meer is om te vergeten. We lopen zelfs tegen de grenzen van de geheugencapaciteit van ons brein op. Die capaciteit wordt theoretisch geschat op slechts een petabyte. Dat is een 1 met maar 15 nullen. Het grootste gedeelte van deze geheugenruimte gebruiken we gelukkig maar voor onze persoonlijke herinneringen. Wat overblijft, dat vullen we met hapsnap feiten. Anno 2011 kan ons brein in theorie dus maar 1 miljoenste van alle informatie van de wereld bevatten. En in de praktijk is dat veel en veel minder. Het aandeel van feiten dat we onthouden zal alleen maar kleiner en kleiner worden in verhouding tot de groeiende hoeveelheid informatie. De zucht naar compleetheid is dus bij voorbaat kansloos. Uiteindelijk weten we niets over alles. Informatie groeit niet alleen, zij verandert ook van aard. De kennisbasis verbrokkelt en valt in steeds kleinere eenheden uiteen, verspreid ook over de wereld. En de moderne mens die construeert uit die brokstukken zijn eigen wereld. Er is steeds minder mate een solide fundament dat wij met elkaar delen. Die verbokkeling heeft volgens mij meerdere aanleidingen. Allereerst graaft onderzoek per definitie verder en dieper. Dat leidt tot een enorme groei aan ruw materiaal, waaronder veel gruis. Carl Linnaeus klassificeerde in de 18e eeuw zo'n 12.000 dieren en planten. In die tijd was het nog mogelijk een persoonlijke relatie met deze soorten te hebben. Van olifant tot huismus, van brandnetel tot dennenboom. Ze hadden allemaal nog een zekere aaibaarheidsfactor. Of ze leverden een aha-gevoel op. Onlangs werd het totaal aantal organismen op aarde geschat op 8,7 miljoen. Verschillende soorten dus. Waarvan het overgrote deel nog ontdekt en benoemd moet worden. Wie voelt nog wat bij die miljoenen insecten en microben? Moeten ze eigenlijk wel allemaal een naam hebben? Het is trouwens redelijk gemakkelijk, misschien een idee voor u, om een microbe naar u vernoemd te krijgen. Gewoon een keer in de kroeg een biowetenschapper aanspreken.
Ten tweede is er de moderne technologie. Die maakt het mogelijk dat die kennis breder en in kleinere eenheden verspreid wordt. Van internet tot sms tot Twitter. In principe is dat een positieve ontwikkeling. Als u de duizenden jaren geschiedenis van de wetenschap overziet, dan heeft informatietechnologie altijd een stimulerende rol gespeeld. Te beginnen met de uitvinding van het schrift, de cijfers niet te vergeten, boekdrukkunst tot en met internet. Het beschikbaar maken en het delen van informatie en de gesprekken die daarover volgen, houdt de wetenschapper scherp. Maar door die versnippering verliezen we de grote verhaallijnen, die tot nu toe die feiten samenbonden. Iedereen knutselt uit losse onderdelen zijn eigen IKEA-kennisbouwpakket in elkaar. Ten slotte is er de globalisering. Kennis komt uit steeds verdere hoeken tot ons. Culturen die in de recente geschiedenis slechts een beperkte rol speelden, komen ineens centraal te staan. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende invloed van China. Mijn dochtertje van 11 leert op dit moment Chinees op school. Multiculturalisme mag in vele Europese landen dan niet langer politiek correct zijn. In de wereldwijde kennissamenleving groeit en bloeit het. Deze krachtenbundeling van onderzoek, technologie en globalisering zal alleen maar sterker worden. Het gevecht tegen de fragmentatie en de vlammende omroep van Joshua Fleur lijkt dus bij voorbaat verloren. Onder het motto meer is minder komt er steeds meer, maar delen we steeds minder. Uiteindelijk zal dat berglandschap van informatie slechts een paar zeer smalle, hoge pieken kennen, die we dan allemaal van grote afstand zullen zien. Dat is zeg 1% van de kennis die door 99% van de mensen gedeeld wordt. En naast dit handjevol pieken zijn er eindeloze berghellingen en voetheuvels vol kiezelstenen. Daar groeit en bloeit de diversiteit, maar blijft die kennis steken op het individuele niveau. Dat is de 99% van de kennis die door maar 1% van de mensen wordt gedeeld. Door die groeiende diversiteit van het aanbod blijft kennis steeds minder makkelijk plakken. Het beklijft niet. Of iets blijft plakken hangt af van de kracht van het lijmlaagje. In het onderwijs plakken we met groot gemak overal post-it briefjes op. Maar iemand hoeft maar even de deur te openen en door de tocht waait alles weg. Hoe komt het dat ik, na 4 jaar gymnasiale studie van het Oud-Grieks, nauwelijks meer dan het alfabet weet herinneren? En dat laatste nog omdat ik het als fysicus dagelijks gebruik. Lang leven de alfadeeltjes, de pi-mesone en de gammastraling. De kracht van kennis hangt af van de kwaliteit van dat lijmlaagje. En hoe kunnen we die verhogen? Willen we het grote vergeten een halt toeroepen, dan zullen we een scherp debat moeten voeren over wat we precies willen onthouden en hoe. Er is geen twijfel over dat zonder concrete feitenkennis er geen werkelijke creativiteit of innovatie kan bestaan. Maar het is minder duidelijk welke feiten we uit het overstelpende en groeiende aanbod moeten selecteren. Hoe kunnen we de weg in het informatiegebergte vinden? Waar brengen we wegwijzers aan? Deze vragen zijn bijzonder prangend bij het opstellen van een kanon. Kanoniseren is een typisch Hollands gezelschapsspel geworden. In navolging van de succesvolle historische kanon van Nederland, die onder leiding van mijn oud-KNW-president Frits van Oostrom, mijn directe voorganger, is opgesteld als een antwoord op het verdwijnend historisch besef van de Nederlanders. Nederland kent nu onder meer een kanon voor het schaatsen, kanon van de popmuziek, van het groene hart, één voor het christelijk onderwijs en er is vast een kanon van Groningen en misschien wel van Oost-Groningen. Samen met enkele collega's heb ik de beta-kanon mogen opstellen. Dat was een lijst van 50 onderwerpen uit de natuurwetenschap en techniek die iedere Nederlander zou moeten kennen. En ook hebben we daarmee hard aan dat spel meegedaan.
Wij hadden er bijzonder veel plezier in om als eerste onderwerp de nul te kiezen. Deze kanoniseringsgolf, die aan de rest van de wereld, bijvoorbeeld aan onze zuidenburen, volstrekt voorbij gegaan is, heeft een positieve bijdrage geleverd, in mijn mening, aan ons denken over kennis. Natuurlijk, er staat onmiddellijk een felle discussie over welke onderwerpen wel of niet in zo'n lijst moeten worden opgenomen. En over de vraag of zo'n lijst niet wel eer een karikatuur van de geportretteerde toont. Maar eerlijk gezegd, zo'n debat speelt zich voornamelijk achter de komma af. Alle roep om meer nuances is gepast en terecht, maar het heeft pas nut als er een begin van een overzicht is. De kanon is niet een karikatuur, maar eerder een soepele schets die met enkele krachtige lijnen de essentie van een onderwerp probeert te vatten en die dan later met meer details kan worden ingevuld. Een kanon brengt begrippen in kaart die als het ware de hubs van het kennisnetwerk vormen, de naven waar spaken samenkomen. Deze begrippen die vanuit vele perspectieven bezien kunnen worden, hebben wat wiskundigen een hoog kusgetal noemen. Dat is een technisch begrip. Zo romantisch zijn wiskundigen niet. Bij een stapeling van atomen in een kristal meet het kusgetal hoeveel buuratomen aan een gegeven centraal atoom raken. Hoe hoger het kusgetal, hoe mooier het kristal. Bij het samenstellen van de kanon, van de Bethe-kanon, was een hoog kusgetal een belangrijk criterium. Neem bijvoorbeeld het onderwerp evolutie. Dat heeft vele facetten. U kunt het benaderen als een algemeen concept uit de biologie. De verandering van het leven op aarde door middel van natuurlijke selectie. Maar u kunt ook een concreet geval beschouwen dat de essentie vangt. Bijvoorbeeld de verscheidenheid aan vinkjes op de Galapagoseilanden. Of een derde weg is de historische, persoonlijke benadering. Het figuur Charles Darwin en zijn fantastische reis met de Beagle. Inclusief alle praktische en intellectuele worstelingen van de persoon. Of de invalshoek van de toepassing. Vaccinaties tegen snel evoluerende griepvirussen. Of de actualiteit. Een EO-presentator die van zijn creationistisch geloof valt. Al die perspectieven zijn nuttig en geschikt voor het onderwijs. Ze werpen ieder een ander licht op dat centrale begrip evolutie en kunnen elkaar versterken. Evolutie hoort in onze bagage. Die meervoudigheid doet zichzelf voor in de hardste van de hardste wetenschappen, de wiskunde, mijn discipline. Een bekend Amerikaans wiskundige, Bill Thurston, heeft daar een prachtige analyse van gegeven. En hij voert in een artikel aan dat een definitie, zelfs in zo'n exact vakgebied, niet het laatste woord is. Hij geeft als voorbeeld het begrip afgeleide van een functie. Ik ga u daar niet over onthouden. Misschien sommigen van u vaag nog denken aan F-accent of zo. Hij begint met de formele definitie, als in een eerstejaars college voor wiskundigen. Die definitie is niet verhelderend, want je moet weer andere dingen begrijpen om die definitie te begrijpen. En overigens zeer opvallend, in zijn artikel maakt hij een typfout. En dan gaat hij door. Definitie 2, snelheid. Ieder kind heeft een intuïtief begrip van snelheid. Dat je even heel kort heel hard kan gaan. En dat zo'n snelheid ook een richting heeft. Welke kant ga je op? En dan komt hij met definitie 3, de hoek van een raaklijn aan een grafiek. En dit meetkundige beeld, maakt een generalisatie mogelijk naar meerdere variabelen. De helling van een vlak. En dan komt 4, de infinitesimale verandering. Dat is de definitie waarbij de oorspronkelijke redenaties van Newton en Leibniz gingen. Maar hij gaat verder. Dan komt definitie 5, symbolisch. 6, lineair. 7, microscopisch. En zo gaat de rij door en door. En uiteindelijk komt hij op definitie 37. Ik lees hem voor. De Lagrangiaanse sectie van de raakbundel, welke aanleiding geeft tot de connectievorm voor de unieke vlakke connectie op de triviale R-bundel waarvoor de grafiek van F parallel is. U begrijpt hem wel.
Voor bijna iedereen is dit potjes Latijn. Zelfs voor de meeste wiskundigen. Maar er was een moment waarop Thurston precies deze definitie en geen andere had. Wat wil ik daarmee zeggen? Er is geen algemeen begrip. Het is eigenlijk zonde om één van al deze perspectieven te moeten kiezen. Beter ze allemaal te gebruiken en in onderling verband. De grote waarde van onze begrippen is dat er juist zoveel perspectieven zijn. Het verdient daarom een plek in onze bagage. En deze methode maakt eigenlijk precies gebruik van de methodes die Joshua net heeft verteld. De oude klassieke methode om extra lage betekenis aan een onderwerp toe te kennen. Of die nou natuurlijk of kunstmatig zijn. Op die manier onthouden we. Er is een dieper liggende reden waarom grote centrale begrippen meerdere facetten hebben. Ik zou daardoor twee kennismodellen en ook twee onderwijsmethodes willen introduceren. De wereldbol en de atlas. Als wereldbol zien we de aarde weergegeven vanuit een planetair perspectief. De pale blue dot, het kleine blauwe stipje, wat u vanuit de maan of vanuit Jupiter zou zien. Zo'n globe staat voor een universele definitie. Een begrip dat allesomvattend en uniek is. We kunnen denken aan de rechtspraak. In een juridische tekst staat meestal geen woord te veel of te weinig. De jurist wordt niet gevraagd daar verder op te variëren of er verder over uit te weiden. Hij weet wanneer je je mond moet houden. In het andere model, de atlas, worden geconfronteerd met een collectie kaarten. Iedere kaart ziet een stukje van het onderwerp, een stukje van de wereld. En er is een regel hoe je van de ene plaat in de atlas naar de andere kan overstappen. Van E4 naar A3. Het totale begrip moeten we alle kaarten als het ware aan elkaar plakken en zo de wereldbol construeren. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van wereldtalen. Iedere taal is dan een pagina en woordenboeken helpen ons om van de ene taal naar de andere taal te gaan. Dat vertalen is niet meer dan een benadering. Er is geen één-op-één relatie tussen zeg de woorden van het Nederlands en het Frans. Iedere taal kent onvertaalbare woorden en soms zijn er meerdere alternatieven. Zoals u weet heeft Nederlands het onvertaalbare woord gezellig. En misschien weet u dat het Deens ook zo'n woord heeft. Het drukt uit het speciale gevoel als u met vrienden in een warme kamer bij elkaar bent. Het heet hizellig en het is onvertaalbaar. We zouden kunnen zeggen dat de mensheid een atlas van talen heeft ontwikkeld om de veelheid aan verschijnselen te begrijpen. Esperanto doet geen recht aan die rijkdom. Mijn inschatting is dat er maar weinig begrippen zijn die zich zo mooi in één definitie laten vatten als een wereldbol. Voor de meeste begrippen zullen we onze toevlucht tot een atlas moeten nemen. Er is een andere goede reden om ons te concentreren op kernbegrippen. Met veel facetten. Omdat onze persoonlijke kennisbasis fragieler en toevalliger wordt, neemt de diversiteit aan achtergrondkennis toe. Het onderwijs in brede zin zal zich daar rekenschap van moeten geven. Dat daarmee ook een vele manieren zijn om kennis te vergaren. U kent alle dat kleuterspeelgoed waarbij voorgevormde blokjes in uitgezaagde figuren moeten worden getimmerd. Als een cirkel of een vierkant of een driehoek. Ik heb zo'n beeld dat vroeger iedereen dezelfde vormen in zijn plankje had. Maar nu is er een veelheid aan uitgevoerd. Zelf ook die ervaring bij lezingen als deze voor een groot publiek. Met een gevarieerd gezelschap. En dat is helemaal als het over esoterische onderwerpen gaat. Als het uitdijend heelal, de oerknal, zwarte gaten, neutrino's die sneller dan het licht gaan, of de snaartheorie, dan is het niet gemakkelijk om contact met u te maken. Ik probeer u natuurlijk toe te voeren naar mijn eigen begrip, en het eindpunt van mijn reis is wel bekend, maar mijn startpunt niet. Waar bent u? Iedereen in de zaal zal vanuit een ander perspectief vertrekken. Mijn eigen aanpak bestaat dan vaak uit de hagelschotmethode.
Ik probeer een grote diversiteit aan beeldspraken en analogieën te gebruiken. In de hoop dat zoveel mogelijk mensen geraakt worden. Dat er ergens iets iemand raakt. Het is niet namelijk een enorme grote verscheidenheid aan voorkennis. Er zijn ook grote individuele verschillen in denkwijze. En mijn beste voorbeeld, misschien kent u het verhaal, is het verhaal van de kip in New York. Het is waarschijnlijk een apocrief verhaal. Antropologen laten een stam in Papua Nieuw-Guinea een film zien van New York. Mensen zien van alles voorbij trekken. Wolkenkrabbers, taxis, vliegtuigen, bruggen. Aan het einde wordt gevraagd, wat hebben jullie gezien? En iemand zegt, een kip. Onderzoekers denken, hebben ze wel naar de film gekeken? En dan kijken ze de film heel nauwkeurig. En inderdaad, een fractie van een seconde loopt iemand met een kip door het beeld. Die kip werd herkend, de rest niet. En volgens mij heeft u al heel veel kippen voorbij zien fladderen misschien. Niet alleen ziet u wat u herkent, maar u denkt ook allemaal op een andere manier. Zo is er een markant verschil hoe uw linkerhelft en uw rechterhelft denkt. Van uw brein dan. Mensen in de eerste categorie, de linkerhelft, denken sterk talig. En misschien bent u wel zo, dan voelt u zich aangesproken door een lineaire structuur. Een logisch algoritme. Van A naar B naar C. De tweede groep denkt figuurlijk en wordt juist sterk aangesproken door een afbeelding of een diagram. Een beeld. Een figuur zegt hen meer dan 1000 woorden. De eerste groep raakt hopeloos verstrikt als er een plaatje wordt geprojecteerd. Onderzoek heeft laten zien dat die twee groeperingen ruwweg in tweeën uiteenvallen. Dat betekent dat een spreker heel erg voorzichtig moet zijn om één van de twee methodes te gebruiken. Wat er bij de ene ingaat als koek, zal voor de ander volstrekt onverteerbaar blijken te zijn. Er is zelfs een prachtige overtreffende trap van deze hagelschotmethode, dat brede spectrum. En dat is maar één keer overkomen. De toehoorder kan namelijk zelf de gekozen beeldspraak bedenken en op eigen kracht die laatste sprong doen. Mij overkwam het een keer dat na de lezing iemand naar me toe kwam en me toevertrouwde dat ze helemaal niets van had begrepen, totdat ik puntje, puntje, puntje had gezegd. Maar het vreemde was, ik had helemaal niet puntje, puntje, puntje gezegd. Sterker nog, ik had heel erg graag puntje, puntje willen zeggen, want het was een prachtig beeld. En vanaf nu zit het in mijn gereedschapkist. Maar deze persoon had dat zelf bedacht en dat weer direct ook vergeten. Dat was natuurlijk wel heel treffend. Ik kon het geschenk in ieder geval in mijn gereedschapkist opbergen en daar anderen mee blij maken. Fysici noemen dit verschijnsel gestimuleerde emissie. Technisch is dat een atoom die onder hoge druk een lichtdeeltje uitzendt. Maar in dit geval is het de creativiteit en de fantasie van de student, degene die in de collegezaal zit, in de klas of hier in deze zaal, die zelf iets bedenkt en de beslissende stap neemt. Dat zou mijn advies zijn om het grote vergeten te stoppen en onze feitenkennis te herstellen. Ieder zijn eigen kanon. Identificeer allereerst de universele kernbegrippen, de ideeën, de feiten en gebeurtenissen die het waard zijn te onthouden. Bestudeer die vervolgens rustig en goed en vanuit verschillende perspectieven. Neem de tijd en kom regelmatig terug, zodat deze plekken huisvrienden worden. Zo kan immers de individuele klik met de eigen ervaring en achtergrond gerealiseerd worden. Goed gekozen feiten zijn echter slechts de fundamenten in het bouwwerk van onze kennis. Hoe zorgvuldig we die relevante onderwerpen ook weten te selecteren en onthouden, we hebben proceduren nodig waarmee we additionele feiten kunnen vinden. Waar kunnen we iets opzoeken en hoe? Deze twee soorten kennis, feitelijk en procedureel, spelen een opvallend verschillende rol in dit soort publieke debatten. Met de eerste soort, de feiten, nemen we graag de andere de maat. De tweede betrekken we op onszelf. Een politicus die niet weet wanneer Karel de Grote leefde. Of een toerist die voor de camera de zonnige bestemming niet op de kaart kan aanwijzen, zijn voer voor columnisten.
Het impliciete argument is hier dat een Kamerlid zonder historische kennis niet geschikt is het landsbelang te dienen. En een onnozele toerist die zijn verre bestemming niet kan terugvinden, ook die beter thuis had kunnen blijven. Onze eigen kennis leggen we langs een andere lat. Wij vinden het vaak voldoende om te weten waar we het antwoord kunnen vinden. Stel dat u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met de vraag over de werking van onze parlementaire democratie. Zoals, welke meerderheid in de Tweede Kamer is nodig voor een wijziging van de grondwet? Ook al weet u niet direct het antwoord, het is trouwens 2/3. U zult zich niet minder in staat en gerechtigd voelen bij de volgende Kamerverkiezingen uw stem uit te brengen. Mocht dit feit relevant worden, dan zoekt u het eenvoudig op. We denken over onze eigen feitenkennis, in contrast met hoe we die van anderen beoordelen, als over gezond verstand. U weet, iedereen vindt dat hij precies genoeg gezond verstand heeft. Minder zou dom zijn, meer overbodige luxe. Zo blijkt uit enig onderzoek wat ik in persoonlijke kring heb gedaan, dat er door ouders van kinderen van basisscholen groot belang wordt gehecht aan kennis van de hoofdsteden van Europa. Maar deze eis lijkt vooral voor het oude Europa te gelden. Gevraagd naar de hoofdsteden van landen van het nieuwe Europa, zoals Macedonië, Moldavië of Montenegro, en ik beperk me maar even tot de letter M, wordt toch even gefronst. Ja, onze kinderen mogen dat dan wel op school leren. Deze landen zijn toch voor ons oudere generatie geen aanleiding onmiddellijk op geografische opfriscursus te gaan. Dat zoeken we wel even op Wikipedia. Mocht u ze trouwens afvragen, de antwoorden zijn Skopje, Chișinău en Podgorica. Die heeft u vast alle drie goed. Dames en heren, er is nog een andere manier om kennis te verkrijgen dan door haar te onthouden of op te zoeken. Je kunt het ook zelf bedenken. Toen ons gezin in de Verenigde Staten woonde, maakten we grote indruk op onze autochtone buren, doordat wij in staat waren een pannenkoek from scratch te bakken. Dat wil zeggen met eieren, bloem en melk. Zonder gebruik van een pak voorgemengde bestanddelen. Ook in de wetenschap kunt u dingen, kennis from scratch opbouwen. Belangrijke ingrediënten zijn gezond verstand en logisch redeneren. In de natuurkunde is een mooie categorie van deze problemen vernoemd naar de Italiaanse fysicus Enrico Fermi, die daar continu zijn omgeving mee plaagde. Hij had gewoonte iedereen vragen te stellen die je niet kon opzoeken, maar wel kon weten. Bijvoorbeeld, wat is het aantal pianostemmers in Chicago? Hoeveel moleculen in de lucht? Hoe lang duurt het om met graafmachines de Mont Blanc af te graven? Dat duurt trouwens 1000 jaar. Na enige oefening kunt u dat op de achterkant van een envelop berekenen. Natuurkundigen vinden het beantwoorden dit soort vragen niet alleen maar leuk om hun niet-natuurkundige collega's de loef af te steken. Ze oefenen er ook een bepaalde vaardigheid mee. Als je weet hoe je een pannenkoek kan bakken, ben je niet langer afhankelijk van de openingstijden van de supermarkt of de beschikbaarheid van voorgemengde pakken pannenkoekenbeslag. De vaardigheid feiten te kunnen genereren in plaats van ze te reproduceren is relevant omdat we de meeste feiten nog niet kennen. Een van de essentiële functies van kennis is weten wat je niet weet. Misschien weet het sinds kort, dit jaar ging de Nobelprijs voor de natuurkunde naar deze ontdekking. Weet de natuurkundige dat 4% van de kosmos wordt gevormd door de sterren, planeten, gaswolken, deeltjes en straling die de moderne sterrenkunde in kaart heeft gebracht. Die overige 96% is nieuw. Nieuwe vormen van materie en energie. Donkere materie en donkere energie genoemd. De aard en samenstelling zijn volstrekt onbekend. Ik noem dergelijke known unknowns, weten wat je niet weet, donkere kennis. Percentage van 96% is dan alleszins redelijk. Kijkt u maar eens in uw eigen expertise. Wat weet u dat u niet weet? Misschien nadert het snel de 100%. Daarnaast zijn er nog de unknown unknowns. Zaken waarvan we niet eens weten dat we het niet weten. Diezelfde cosmologen hadden 20 jaar geleden niet gesproken
over donkere energie of donkere materie. Het was uiteindelijk de ontdekking die de astronomen hebben gedaan, die ze op dat gebrek aan kennis wees. Als we donkere kennis beschouwen als het gedeelte van de kamer dat nog niet verlicht is, dan zijn dergelijke doorbraken de ontdekking van een deurtje dat naar een compleet nieuw vertrek leidt. Joshua Furr's hartstochtelijke oproep om het vergeten te stoppen en feiten weer een prominente rol te geven, is zo van groot belang, omdat het ook de stem van de nieuwe generatie is. Inderdaad, we zijn veel te lang te slordig met onze kennis omgegaan. Het is tijd voor een groot onderhoud en een frisse blik op welke zaken het waard zijn onthouden en begrepen te worden. Deze bezinning is extra belangrijk omdat we aan de vooravond van grote doorbraken staan. Een explosie van informatie die nog moet komen. Dat is tegelijkertijd een beangstigende en een stimulerende gedachte. Juist omdat er op die flanken van de informatieberg nog zulke enorme gebieden zijn die we moeten verkennen, is het essentieel dat we goed gepakt op reis gaan. Mijn vrouw en ik kwamen een keer met een heel klein koffertje in een Italiaans hotel. En de eigenaar zei, ze keek naar ons en zei, you know how to travel. We moeten alleen met zorgvuldig geselecteerde feiten op zak, die het raamwerk van onze kennis vormen, die grote reis beginnen. Alleen kunnen we dan die lange tocht, misschien wel de spannendste uit de geschiedenis van de mensheid, voortzetten. Dank u wel. Robert, dankjewel voor een prachtige, inspirerende lezing. Jouw indeling in linker- en rechter hersenhelft mensen liet eigenlijk nog twee categorieën ongenoemd. Mensen die geen van beide helften gebruiken. Maar ik geloof dat jij een voorbeeld bent van iemand waarbij dat prachtig in balans is. Dit was een hele mooie, lineaire lezing langs metaforen en analogieën. En ik denk dat het een buitengewoon voedzaam en intellectueel stimulerende voordracht was. Ik denk dat het boek wat je geschreven hebt en wat daar zometeen op de tafel van onze gewaardeerde sponsor Selectis ter signering voor ligt, ook niet voor niets blikwisselingen heet. Ik dank onze beide sprekers in deze 29e editie voor wat ik hoop dat een hele mooie middag en avond is geweest. Dus ik zou Jitty willen vragen om met de bloemen te komen en dan zal ik die met genoegen overhandigen aan Joshua Furr en Robert Dijkgraaf. Dames en heren, dan rest mij nog u allen te bedanken voor uw aanwezigheid. Ik wens u wel thuis en hopelijk tot ziens bij de volgende jubileumeditie, de 30e. Goedenavond.